Welkom bij de derde aflevering van Mijn Marktkraam. De winkel op de Hoogstraat in Schiedam is een ontmoetingsplek voor verzamelaars, kleine ondernemers, koopjesjagers en opruimers. All my love. Kees Verharen is een verzamelaar van alles waar Cliff Richard op staat. Hij verkoopt boeken, cd's, lp's, ep's en meer. Ik heb hier een standje gehuurd, zeg maar, vanaf september tot nu toe. En dat loopt redelijk goed. En ik heb voornamelijk Cliff Richard en de Shadows. En wat andere artiesten, een beetje rock'n'roll, zeg maar, uit de 60's. En dat was een tip van mevrouw, die was hier in de Hoogstraat aan het lopen. En die zag dat ze hier bezig waren. Die zei, joh, dat is misschien wel leuk voor jou om zo'n kraampje te huren. Ik verzamel Cliff en de Shadows mijn leven lang al. Nou, zeg maar vanaf een jaar of 16 denk ik, dat ik dan een vroeger jaar had je niet veel geld of zo. Dus kon je ook niet veel kopen. En van lieverlee is dat een beetje opgegroeid. Ben je gaan werken naderhand, zeg maar. En dan zou ik toch gewoon wel zitten. Ik was een keer in Den Haag, zeg maar. Nog even de kleedkamer in. Handtekeningen jagen en zo, weet je. En 2-3 jaar terug heb ik dan via de management van hem een handtekening over slagplaat gehad van hem. Dat vond ik wel leuk. Of zo'n oude Fender-gitaar, zeg maar. Veel spullen heeft hij 3 of 4-dubbel. Hij heeft platen die je vooral niet moet draaien, want dan beschadigen ze en dan zijn ze minder waard. Manuel is ook een verzamelaar. Hij koopt van alles wat hij zelf mooi vindt en dan verkoopt hij het weer. Als hobby. Zo min mogelijk knap ik wat op. Dat is niet zo mijn ding. Ik wil er wel een doekje overheen halen, een beetje oppoetsen. Maar ik ben niet van, ik koop iets wat kapot is om dat weer te repareren. Ik koop meer dingen die ik leuk vind, die ik tegenkom. Ja, en de ene keer koop je wel eens wat via Katawiki, dan is dat kapot. Terwijl je dan stiekem wel eens hoopt dat het niet kapot is. Ja, het is ook het bezig zijn. Hè? Je moet in het leven ook bezig zijn met passies, met hobby's en wat dat ook mogen zijn. Bij mij is dat een beetje verzamelen van spulletjes. En daar krijg je ook voldoening van in het leven. We kijken met dit programma ook bij de mensen thuis. Kees heeft in zijn huis een hele kamer gewijd aan Cliff Richard. Vrienden, het is eigenlijk gegroeid. Het is een uitgegroeide hobby, zeg maar. Ik ben er vroeger mee begonnen met plaatjes draaien en zo. Ja, van lieverlee is het steeds verder uitgegroeid. Ja, dit is Congratulations, zeg maar. Sparkling wijn, rosé. Dat is een speciale editie van Cliff. Daar is nu ook witte van te koop. Ja, het is, hij blijft natuurlijk wijn verkopen, hè. Slimme jongen. Cliff Richard. Brian Bennett. Alan Jones, een basgitarist. Hank Marvin, dat is de solo-gitarist. En Bruce Wells als slag. Ook Annette bezochten we thuis. Nou ja, thuis. Annette blijkt een hele loods te hebben op een industrieterrein. Die loods staat vol met vogel- en knaagdierspullen. We zijn hier in het pand van Beurtsenprijs. Een pand vol met benodigdheden voor knaagdieren en vogels. En helemaal vanuit mijn hobby gericht hier naartoe. Het is wel klein begonnen, het is thuis begonnen, ook inderdaad klein. Maar de vraag van de mensen werd steeds meer en steeds meer. En van een klein pandje zijn we steeds groter geworden. Ja, tot dit pand. En dit is echt het grote gaan we niet meer. Dat is niet meer te hard, tenminste te onderhouden voor ons. Dat zijn kooitjes die zijn voor Surinaamse zangvogeltjes. Je ziet in Rotterdam zie je ze ook wel eens. Surinamers hebben een vogeltje in een heel klein hokje. En dan moeten ze tegenover elkaar opzingen. En daar gebruiken ze ook die kooitjes voor. Dit is mijn collectie, zeg maar, waar ik heel erg gek op ben. Op Japan. Hè? Japanse singeltjes en EP'tjes van Cliff. En daar heb je er nog wel een paar van, hè? Zie je? En dat zijn allemaal echt, EP'tjes zijn dit, hè. Maar allemaal andere hoesjes als Engeland. Dus zeg maar, de hoesjes zijn ook heel erg mooi. Dit zijn echt verzamelobjecten, dit. Zie je? En zo heb ik de complete serie uit Japan, zeg maar, van EP'tjes en zo. Dit is dan de Bed Excel. Een super product voor de cavia's en konijntjes. 1 keer in de week verschonen. En je hebt geen stank en natte plekken in de kooi. Het is speciaal bewerkt. Het is stofvrij gemaakt. Komt uit Schotland. Een verre reis. Maar het bevalt heel goed. Aan
Annette maakt zelf ook spullen. Onze welbekende hutjes voor, of tentjes voor de vogeltjes. Je hebt ze in verschillende maten. Dit is allemaal de maat small, zeg maar. Voor de vink, kanarie, pakketje, agapornis. Hier slapen de diertjes in. Sommigen gaan ook nestjes erin maken. Ik maak ze allemaal zelf. Allerlei kleurtjes. Ik heb stapels met vlies. En die is nu toevallig vorige week goud geworden, die plaat. In Engeland. Nou, die is op CD en op LP. Dat is een nieuwe plaat, ja. Die gaat toch weer, die heb ik een paar keer dubbel al. En die hebben we hier dan, zeg maar, kijk, zo. En dat is echt leuk. Als ik wat kan vinden wat echt mooier is, dan hou ik die zelf, snap je? Want ik heb het liefst dat die onbespeeld is en ook niet gedraaid en zo. Ja, dan heb ik daar wel meer kick in. Manuel laat zich nog even van zijn filosofische kant zien. Tegenwoordig ziet in de maatschappij, die dan enigszins zo hard, dat er toch meer eigenlijk projecten worden opgestart. Samenkomsten, gedeelde bedrijfsruimtes zoals dit. Ja, en het sociale aspect. Hè? Iedereen zit maar verstopt in zijn iPhone of in zijn weet ik veel wat voor telefoon te kijken en vervreemden een beetje van elkaar. En dan zijn dit toch wel de momenten om tot elkaar te komen. Ja, tuurlijk. Gewoon naar de winkel gaan. Gewoon de winkels in. Oh, niet alles via internet bestellen. Een beetje eruit gaan. Sociaal contact. Spullen beetpakken, spullen bekijken. Dat is leuk. De volgende keer in mijn marktkraam. Oh, ik ben Helga Jansen van Helga's Cadeautje. En ik huur hier een stukje kraam voor mijn spulletjes te verkopen. Ik ben begonnen met zeepslingertjes eigenlijk en oorbelletjes, heel klein. En ja, iedereen was er heel enthousiast over. Ik heb nou bijvoorbeeld ook paasboompjes erbij staan, mandjes opgemaakt met paaseitjes.